Hey van Peer Life en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Deze video wordt namelijk een collab video. Ik heb enkele YouTubers gevraagd voor hun mening te geven over pretparken. En dit zijn de kanalen die hun mening geven over pretparken. Neem ook even een kijkje op hun kanaal. En vergeet vooral niet om te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Geef dat duimpje omhoog. En vergeet vooral dat belletje naast de abonneerknop niet aan te klikken. Zodat je een melding krijgt wanneer ik een video upload. En ik zie je terug in de volgende video. Ons werd gevraagd wanneer we naar een pretpark zouden gaan en wat dan de voor- en de nadelen zijn. Nou, ten eerste kijk ik natuurlijk altijd of het budget het wel toelaat. Want met z'n vijf naar een pretpark gaan, ja, dat kost toch wel een extra stukje financiële last. Ja, en als het budget het wel toelaat, dan gaan we heel vaak in het weekend of in de vakanties. Ja, en een nadeel natuurlijk van in het weekend of in vakanties gaan is dat natuurlijk meer mensen weekend en vakantie hebben. Dus zo'n park is best wel druk. En je hebt best wel lange rijen bij de kassa om een ticket te halen. Ja, en wanneer we ook wel eens naar het pretpark gaan, dat is als de school een studiedag heeft. En dat is eigenlijk best wel heel slim, want niet in heel Nederland of de buurtlanden eromheen hebben dezelfde dag een studiedag. Dus daar is zo'n pretpark best wel rustig en dat is natuurlijk erg fijn. Mijn nadeel is dat als je bij een restaurantje iets gaat bestellen, dat er zo lange rijen zijn. En mijn voordeel is dat er zulke leuke achtbanen zijn. Mijn voordeel is dat ik leuk vind aan de pretparken de spookhuizen. En mijn nadeel is dat de wc altijd zo lang duurt bij pretparken. Mijn nadeel is, het duurt heel hartstikke lang als je naar pretpark rijdt. Ja, net wat Celeste al zegt, wij wonen in het noorden van het land. En de meeste leuke pretparken liggen toch allemaal aan het einde van het land of halverwege Nederland. Ja, en zelfs de allerleukste natuurlijk heb je nog in België. En daar zit je best wel heel veel uren achter elkaar in de auto. Dan moet je heel veel kilometers rijden. Dat is ook wel een nadeel. En mijn voordeel is, ik vind het een reuze superleuk. Ja, en wat natuurlijk ook een voordeel is, dat je hoeft maar één keer entree te betalen. En dan kun je in het park overal in. Ja, en dat heb je bij de kenners natuurlijk niet. Daar moet je per attractie betalen. Dus dat is ook wel een voordeel dat je gewoon voor één bedrag het park in bent en dat je dan overal in kan. Ja, en wat is nog meer een nadeel? Ik heb nog een nadeel en dat is dat de rijen altijd zo lang duren als je in een attractie gaat. Ja, dat heb je inderdaad wel. Als we in een vakantie gaan, dan moet je soms wel drie kwartier wachten in de rij om eindelijk in die attractie te zitten. En ik weet nog een nadeel. Soms in de attractie zijn er storingen. Ja, dat hebben we ook nog wel eens meegemaakt, hè? Ja. Ja, dat is natuurlijk, dat kan overal gebeuren. Het zijn natuurlijk machines en ja, in een machine kan het. En ik vind het voordeel van een attractiepark, als wij weggaan naar een attractiepark, dan hebben we het altijd heel gezellig samen. Ja, je bent echt een dagje weg. Je bent echt eventjes op die dag even in een compleet andere wereld. Je komt echt bij. Ik kom altijd echt helemaal bij. Hier de grote gezinsvlog. Ja. Wij gaan iets vertellen over pretparken en ik ga gewoon een rondje rond. Ik vind Slagharen leuk, want wij zijn al ontzettend veel jaren naar Slagharen aan het gaan. En ik heb er hele mooie herinneringen aan. Dus voor mijn gevoel, als ik aan een pretpark denk, denk ik aan Slagharen. Vierder. Kalker. Kalker? Vind jij Kalker leuk? Ja, met de luchtballonnen. Met de luchtballonnen. Een soort rijcarousel, ja. Hè? Kalker. Dan ga ik naar papa. Papa Guy. Ja, ik vind Kalker heel leuk, maar Toverland ook. Want die hebben hele snelle achtbanen. Dus we hebben al Slagharen, ja. Kalker. Kalker heeft heel veel geschiedenis met een museum zelfs. Heel leuk. Maar was voor ons wel ver rijden, hè? Ja, dat maakt niet uit. Blijft wel een leuke dag. We gaan naar Sarana. Ik vond Toverland heel leuk, alleen de trooi, dat was echt het ergste van mijn hele leven. De trooi ging hard, hè? Mm-hmm. Oké, Damien, weet jij een leuk pretpark of heb je iets te vertellen daarover? Ik vond Rauwen als Zand heel leuk. Oh, ook omdat je daar eindeloos kon eten. Maar dat is Rauwen als Zand. En ik vond het ook heel leuk omdat je daar kon kamperen naast het pretpark in zo'n tent. Oké, en dan hebben we Kiona nog. Ik vind gewoon alles met achtbanen leuk, want dat geeft je echt een adrenaline kick. Oh, maar jij durft ook heel veel achtbanen aan, hè? Ja, dat vind ik leuk. Nou, bij deze de grote gezinsvlog. We houden best wel van pretparken. We doen het niet vaak, hè? Zo vaak gaan we niet naar het pretpark. En dan zeg ik, dag!
Doei! Doei doei! Over pretparken. Bram, zeg eens iets. De pretparken die wij meestal proberen te bezoeken zijn Fantasialand, Efteling, Walibi. Ja. Af en toe nog eens Bobbejaanland. Inderdaad, maar ons favoriete pretpark is Fantasialand. Inderdaad. De fijnste attracties daar, Mystery Tower, vinden wij wel heel leuk om te doen. Ja, de Tyron. De Tyron, de Black Mamba. De Rijk, die gaat dus eerst snel vooruit en dan hetzelfde terug achteruit. Ja, en dan... Super korte, maar toch een super toffe. En de snelste attractie daar, dat is de Tyron. Dat is de Tyron. Ja. Die is echt geweldig. Ja, volgens mij een van de beste attracties van de wereld, gek. Sowieso. Dat is gewoon, als hij terug opnieuw versnelt, ja, dat is gewoon midden, geweldig. Die vertrekt heel snel, in het midden trekt hij opnieuw op, bam, en ja, dat geeft je wel een heel apart gevoel. Ja, dat was dus onze reactie. Met deze video. Deze keer ga ik het hebben over de voor- en nadelen van pretparken, of van een pretpark. Vandaag ik doe dus mee aan het project van BeLive. Hij heeft mij gevraagd, vergeet je nog geen duimpje nog te doen en laten we gewoon beginnen. De eerste, de voordelen. De achtbanen, die zijn hartstikke leuk voor de dive coasters zijn hartstikke vet, zoals de Baron in de Efteling. Dus de Lost Gravity vind ik heel erg vet. Maar ook gewoon alle andere achtbanen, zoals El Condor, ook heel erg vet. Een hele vette achtbaan. En ik pak meestal gelijk ook echt gewoon de eerste achtbaan. Als eerste achtbaan. Andere attracties zijn bijvoorbeeld leuk, zoals bijvoorbeeld Dark Ride, zoals bijvoorbeeld de Vater Morgana. Bijvoorbeeld ook wildwaterbanen zijn hartstikke leuk. Alleen als het lekker weer is natuurlijk, anders doe ik het niet, anders sla ik ze over. Kinderattracties, ja, leuk dat ze eraan denken aan de kleinste. En dat is hartstikke leuk dat ze ook aan de kleine kinderen denken die erbij zijn. Die bijvoorbeeld niet in de attracties mogen. Ja, weet je, dat is natuurlijk ook voor hun leuk als ze in een attractie kunnen, toch? Daarom vind ik het hartstikke leuk en ook een voordeel dat ze eraan denken, aan de kleinste kinderen denken. En ook een attractie gelijk bij de ingang. Dat is ook een voordeel dat een attractie gelijk bij de ingang is. En dat vind ik eerlijk gezegd heel erg een voordeel. Want dan heb je niet gelijk dat je eerst nog, als je de ingang inkomt, dat je nog een heel meter moet lopen voordat je bij een attractie bent. Gelukkig heb je regelmatig bij pretparken dat je gelijk een ingang, bij de ingang een attractie hebt zitten waarvan je gelijk erin kan. Dat vind ik persoonlijk zelf heel fijn. Ik weet niet wat jij fijn vindt, maar ik persoonlijk vind het hartstikke fijn. De Fastlane dingen, tickets. Passes. Die zijn hartstikke fijn. Bijvoorbeeld als je geen zin hebt om in een lange rij te gaan staan, omdat je bijvoorbeeld ongeduldig bent, op welke reden dan ook, is het heel fijn dat die dingen bestaan. Ik daarentegen heb ze nog nooit gebruikt. Soms sta ik wel de stap te nemen eigenlijk om uiteindelijk zo'n pas aan te gaan schaffen, omdat ik heel vaak irriteer aan hoe lang de rij is. En vast zullen er nu al mensen tussen die zelf een pas een ticket of zo'n ticket hebben. Die dan zelf meemaken dat mensen in de rij bijvoorbeeld naar jou zitten te kijken en zich aan jou erger dan kijken. Van waarom zij wel eerder en wij niet. Zoiets. Ik daarentegen doe het zelf ook. Ik kijk ook naar hun van waarom ga jij eerder, weet je. Van ik wil ook zoiets. Uit jaloezie kijk je zo. Ik weet niet of jij daar last van hebt, maar ik daarentegen raak daar soms wel van geërgerd. Nadelen zijn lange wachtrijen. De lange wachtrijen zijn heel erg irritant. Je hebt gelukkig apps ervoor waarbij je kunt checken welke attractie welke lange wachtrij heeft, welke niet. Dat is best wel heel erg irritant. Ik heb daar heel vaak last van. Ik weet niet hoe jij er al voor tegenover staat. Of jij er ook vaak last van hebt. Ik daarentegen wel. Ik heb er heel vaak last van. Dat er echt een hele lange rij staat. Bijvoorbeeld van 40 minuten. Of 50. Nou echt. Als het er 50 minuten staat. Dan skip ik liever even die attractie. Want echt. Dan wacht ik tot het een stuk rustiger is. Dan pas ga ik. Als het 10 minuten staat. Dat is goed. Dan is het lopen lekker door. Als het 0 minuten staat. Ook heel erg fijn. Als het 40 tot 50 minuten staat, echt, dan skip ik het liever. Tickets die hartstikke duur zijn,
dat is echt jammer. Want dat, ja, weet je, aan de ene kant komt nu eigenlijk een voordeel ook bij, is dat je, als je het eenmaal betaald hebt, dat je gewoon gratis vanop is alle attracties in kan. Omdat je alle prijzen hebt betaald. En dat is best wel fijn, eigenlijk. Zo kan je het bekijken. Maar de tickets zijn wel een beetje aan de hoge kant. Je betaalt voor een pretpark, dacht je pretpark bijna €35,40. Ja, duur is dat, weet je. Dat, voor alleen voor een ticket betaal je gelijk al bijna €40. Ja, ik snap wel dat de pretpark een eigen aan het geld moet komen, weet je. Ik snap het wel, maar ja, ze hebben soms ook kortingacties, maar zo vaak is dat niet. Ik zou het, als ik hun was, het vaker proberen te houden, want anders trek je nooit mee naar voldoende klanten, neem ik aan. Het eten is duur. Je loopt erop net om een stuk in het pretpark en je ruikt een geur van verse friet en je ruikt die geur en je hebt voor dat moment trek. Nou, echt, ga je als je trek hebt, ga je er naartoe natuurlijk en dan ga je kijken van hoeveel het kost. En als je het ziet, soms kost een frietje in het pretpark al €5. Echt. Dat is duurder dan bij een snackbar. Bij een snackbar betaal je €2. Nou, bij de, in een pretpark betaal je gelijk €5. Nou, echt. En wil je nog drinken erbij, dan kost je €2,50. En dan komt er nog, dan kom je ergens bijna op €7, €8 uit. Weet je, dat is hartstikke duur voor even een frietje en wat drinken. Sorry hoor, maar ik vind dat hartstikke duur. Probeer soms dan ook, want ik tip geef, een pretpark bijvoorbeeld, dat is een korting. Soms een slechte aanwijzing. Je hebt natuurlijk die papieren plattegronden van de pretparken. Maar ja, die zijn in de binnenkortste keren al helemaal gescheurd. En dan is het handig als je een bewijzing hebt in het pretpark die je duidelijk de weg wijst waar je naartoe moet voor welke attractie. Toch? Of voor de wc bijvoorbeeld. Of voor de IHBO of weet ik voor waar, toch? Nou, helaas is dat heel vaak dat het voorkomt dat het niet zo is dat er geen goede bewijzing staat. Dat je niet weet waar je naartoe moet. Geen goede aanwijzingen, niks. Ik heb er heel vaak last van als ik naar pretparken toe ga. Heb ik er heel vaak last van en dat is best wel heel erg jammer. Ja, want er lopen bijvoorbeeld 10.000 keer rondjes terwijl je net op dezelfde plek bent geweest, weet je. Ja, heel erg irritant. Want je moet heel nodig naar de wc. Vaak is er ook storing bij een bepaalde attractie. Tot nu toe heb ik het zelf heel vaak meegemaakt als ik bij een ingang in de rij stond van een attractie. Dat er werd omgeroepen dat er storing was en ze wisten niet hoe lang het ging duren. Heel irritant. Gelukkig heb ik het nog nooit meegemaakt dat ik op dat moment een attractie zat en ik een looping inging. Dat er een storing kwam, echt. Want dan kun je me uit de attractie beter halen. Want ik schijt dan waarschijnlijk in mijn broek van angst. Ja, een attractie dicht of een onderhoud. Eigenlijk komt het precies een beetje overeen met van de story. Maar dit is dan bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld net in een seizoen komt waarbij bijvoorbeeld dat je favoriete attractie in onderhoud is. In een jaarlijkse onderhoud is. En dat is echt heel erg vervelend. Daarom rond deze tijd, rond het seizoen, is er soms wel eens in het paardenpark zo dat er een heleboel attracties eruit liggen omdat ze in onderhoud zijn. En dat is best wel heel erg vervelend, dus dan zijn ze dicht en dat is best wel heel erg naar. Want dan kom je dan en dan denk je van, waarom ben ik eigenlijk gegaan? Waarom heb ik zoveel betaald voor iets wat niet open is? Hoi, ik ben Kevin gedaan? En er is aan mij de vraag of ik mijn mening wil gaan geven over pretparken. Wat ik het leukst en minder leukst vind. Het leukste aan pretparken vind ik toch wel achtbanen. Vooral achtbanen met airtimes of... Ja, dat ze wel snel gaan, zeg maar, niet van die kinderdingen. Zoals de Goliath in Walibi of de Express in Walibi. Of de Robin Hood die in Walibi stond. Dat zijn wel echt een van mijn favoriete achtbanen. En wat ik het minst leuk vind aan pretparken... dat denk ik toch wel de eetentjes in het pretpark zelf. Want als je ergens langs loopt, sorry voor mijn taalgebruik en spraakgebrekken, maar het gaat de hele dag toch slecht met me. Ik ben nog steeds een beetje ziek. Maar het slechtste is wel als je langs de eetentjes loopt, zeg maar, dat je, dan krijg je die geur, dan krijg je weer die andere geur, zo lekker onder je neus, weet je wel. En dat vind ik toch wel het minst leukste aan pretparken. Of dat je dingen kan winnen, weet je wel, dat zie je echt... daar naartoe proberen te lokken. Ik weet het, het moet, het is hun baan, maar
als mensen het willen, komen ze vanzelf al naar je toe, weet je. En chagrijnige mensen in het pretpark, dan heb ik ook weer een dag van, nou, weet je, dat is niet wat echt hoort in een pretpark. Ja, en dat is wel mijn mening eigenlijk. Dus hier laat ik het bij. Doei!